vanmorgen, ik is Lorraine van Skalkwijk, ik is van Blanco. Ik ben BKP Dwellers, wat niet echt een jaar te blij. Ons is moe gewacht, lang gewacht, want ons is jaren op je wacht geweest. En daar wordt die vordering gemaakt nu. Die projecten staan op huidige ogenblik stil, want daar is meer geld om verder te bouwen. Nie. En ons is moe van die kleine huisjes, ons ook standaard even wat leefbaar is voor ons gemeenschap. Zeg mij, hoe lang wacht van jullie al verwijzing? Als je Frans goed. Jullie 30 jaar wat we ons nog wel wacht. Van jullie wacht al 30 jaar. Ja, Frans Koeris verduidelijk is om te zeggen, is van Blanco. Hij wacht al meer dan 30 jaar op je wachtlijst. En dan wordt die vordering gemaakt met huizen van Blanco en de backyard dwellers. Van die jonge mensen, is jullie ook op je bewijzingslijst? Ja, ik wacht al 12 jaar. Je wacht al 12 jaar. En Smit wacht 12 jaar al verhuis. En die mevrouw? En die uit. Zo, die ondersteun net. Ik ben ex-raadslid van George. Dit is een schande dat onze mensen zo lang moeten wachten. Maar het is baie duidelijk dat er is geen plan van die ouens in de regering om hierdie probleem wat er is aan te spreken. Dit is de nodige gemeenschappen, acties zoals die, zoals wat die Backyard Dwellers Movement beginnen, te loods en te beschermen. Want er is geld, daar is grond. Die probleem is niet, is daar politieke wil om hierdie probleem aan te spreken. Ek kan vir jou sê, as een politicus wat in een pad is weer terug politiek toe, om te sê, daar is nie een wil om dit aan te spreken. Wat is jou naam? My naam is Marcel Kleinans en ek wil ook op record stel dat ek...